gebouwd. Wij beoefenen zowel roopskipping als dans. Bij United Dancers kan je terecht voor freedance, streetdance en aerobic. En bij roopskipping doen we zowel recreatief als competitief roopskipping. Het seizoen begon voor ons uitstekend. We werden uitgenodigd om deel te nemen aan Belgium's Got Talent. Onze skippers deden het geweldig en we haalden een plaatje in de halve finale. We konden tonen wat roopskipping is aan een groot publiek en dat vonden we eigenlijk wel heel leuk om te doen. Begin mei toonden de dansers het beste van zichzelf in de dansshow Dollhouse. En eind mei toonden de skippers en dansers wat ze in hun mars hadden op ons jaarlijks gala. Gedurende het hele seizoen behaalden onze roopskippers eigenlijk wel zeer mooie resultaten. Zowel individueel als in team zijn de Belgische kampioenen leer van onze club. Daar zijn we wel zeer trots op. Daardoor hebben we ook selectie behaald in het wereldkampioenschap in Hongkong. Daar werd ons mixteam vissen wereldkampioen en wist zelfs een Europees en wereldrecord te springen. In de toekomst willen we als club zeer graag blijven verder werken hoe we nu bezig zijn. Dit betekent voor ons op een professionele manier onze skippers en dansers begeleiden. En dit vooral ook aan zeer democratische prijzen. Misschien op middellange termijn kijken we toch uit naar de bouw van een nieuwe sporthal. Dit zou voor onze skippers en onze dansers een hele stap vooruit betekenen. Wil je een acrobatische scorebook oefenen waarin techniek en uithouding centraal staat, dan is roopskipping echt een sport voor jou. Ja, het is zeker ook voor jongens. Sports. 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 Sports.